In deze tenten op de Veerdaam bij Nes worden al de hele weken gearkomsten houden. Inwenners, ondernemers en politici elke mei denken over een nieuw verviersconcept voor de rederij. En dat smiet verschillende ideeën op. Nou, de ideeën die gaan van zeppelin tot tunnel en alles wat ertussen zit. Wij kijken natuurlijk naar een scenario waarbij de bereikbaarheid gestoeld is op de verbinding per schip. En daar is nog helemaal niets van te zeggen. We staan aan het begin van het traject. We halen nu de wensen en eisen op. En gaandeweg het jaar zullen we dat omzetten naar concrete scenario's die we dan voor gaan leggen aan alle partijen om tot een definitief besluit te kunnen komen. En dat is een drege taak en een grote verantwoordelijkheid. Want inwenners van de Waadeilanden kennen net zonder de veertiensten. Wij zijn als eilanders natuurlijk heel afhankelijk van deze levensader van het eiland. We hebben geen andere keus. En voor ons is het echt heel belangrijk, voor ons en onze kinderen en bevolking. Uiteindelijk gaat Rijkswettersteert door de Vaargeul. Eind dit jaar zo duidelijk wijzen matten of het bestaande traject verbeteren wordt of dat de Veerdaam bij Holwert bij Gelieks verpleegd wordt. Wagenborg hoopt onder eind van dit jaar een dwarsome wijze van vervier utocht te hebben. Wat wil die definitieve oplossing, Nevers Jo? Ik kan daar heel moeilijk wat gaan zeggen. Maar het zou wel heel mooi zijn als, zoals we het nu hebben, dat misschien met andere duurzame schepen, dat intact zou kunnen blijven. Eén ding is duidelijk, op de manier zoals het nu gaat, kan het in de toekomst niet verder. Nee, de manier waarop dat we nu de veerdienst in de laatste decennia hebben uitgevoerd, dat kan niet meer in de toekomst.